Goedemorgen, het is vandaag zondag 19 januari 2020. De tijd vliegt, er zit een opbouw in de preken in. De eerste week hadden we het over dat we het oude op zouden ruimen. Dat hebben we gedaan, in de kliko gegooid. Dus al je problemen, al je fouten en dat soort dingen. Toen hadden we een schone lei. Maar dan, wat doe je met een schone lei? Je moet opnieuw beginnen en de wil van God. Kun je allemaal op internet, YouTube, kun je er allemaal terugluisteren. Want vandaag gaan we naar stap 3. Vorige week heb ik al een klein tipje van de sluier opgelicht. Dat ik had gezegd, vandaag gaan we het over bedieningen hebben. Het woord bedienen komt, je bedient God van onderaf. Je kunt ook dienen in het leger van de wereld. En dan dien je, en dat is eigenlijk een leuk woordspeling. Je kunt dienen in het leger, maar dan krijg je er geld voor. Ja, maar bedien je in het leger van God, dan doe je het om de mensen van onderaf te bedienen, zonder eigenlijk dat je verwacht dat je er geld voor terugkrijgt. Oeh, wat zegt ze nou? Dat is vreselijk. Moet ik zomaar werken in Gods Koninkrijk voor geen geld? Want ik weet dat het voor heel veel mensen een enorme domper is. Maar als jij bedient in het Koninkrijk van God om geld te verdienen, als dat jouw eerste taak is, als dat jouw eerste hartsverlangen is, dien je dan God wel met je hele hart. Want we gaan nu even naar een mooie tekst. Dat is in 1 Petrus 2, vers 5. En zet hem even op pauze. Pak alsjeblieft je Bijbel erbij thuis. Mij niet geloven, het moet erin staan. Vorige week heb ik uitgelegd dat wij de NBG gebruiken en hoe dat dan kan. Hoe weet je nou welke Bijbel goed is? Handelingen 8 vanaf vers 36 tot en 38 moet erin staan. Ga ik nou niet meer uitleggen, was vorige week. Dan kijk je maar naar de preek van vorige week. 1 Petrus 2, vers 5. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Wat een moeilijke woorden. Wat staat hier nou eigenlijk? Nou, eigenlijk moet je iets eerder beginnen. Dus ik vraag aan mijn lieve collega's iets eerder wil beginnen. Want dan denk je, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen. Begin dan in 2, dus 1 Petrus 2 vanaf vers 1. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Dat is best pittig. Want, vooral in kerkenland, maken we elkaar af, jongens. Met woorden, met daden, met roddel, met achterklap, met steken onder water. Heb je die gezien? Oh, heb je die gezien? Nou, die dominee, hè? Nou, weet je dat die misschien wel een relatie heeft met de buurvrouw? Oh, wacht even. Leg dan alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij moeten we afleggen. Waarom zal je over die dominee spreken? Waarom zal je over die zuster spreken? Die misschien achter in de kerk zit. Waarom zal je spreken over iemand die op je podium staat te zingen? En misschien zingt hij wel niet helemaal zuiver. Oh, dat kan ik toch veel beter. Oh ja? Ben je ervoor geroepen dan? Wie ben jij om kwaad te spreken over een ander? En dan staat er een 2. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk. Melk, waar ben ik dat ook al eerder tegengekomen? Parkeer ik even. Opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid. Snap ik ook niet. En verlangt als pasgeboren kinderen. Een kind wat net geboren is. Die ligt lekker in zijn wiegje. Die ligt lekker in zijn bedje. Die krijgt eten. Die krijgt drinken. En als het goed is, lekker warmte. Die krijgt knuffels. Die hoeft alleen maar te doen. Krijgt fles melk erin. Melk. Hey, waarom krijgt een baby melk? Melk. Dat komt toch weer terug. Melk. Melk heb jij nodig om tot volwassenheid te groeien. Maar wat voor melk hebben wij dan nodig? Dat is een goeie. Gaan we vandaag niet uitleggen, maar ik geef je wel een tekst.
Zet hem weer op pauze dus dadelijk. Hebreeuwen 6, vers 1 tot en met 2. Hebreeuwen 6, vers 1 tot en met 2. Maar als je nou slim bent, begin je iets eerder. Dan ga je in Hebreeuwen 5, vanaf vers 12. Preken genoeg kun je vinden op YouTube. Melk het geloof. Hoppa. Typ mijn naam in, Marjolein van Gennep. En bam, je hebt je preek. Ga maar kijken. Melk. Wat gebeurt er met een kind, een baby die groeit op? En dan heb je kinderen, dan zijn ze peuters en kleuters. Heb je al eens peuters en kleuters zien dansen? Hebben ze chienne? Nee. Noemen. En dan lopen ze te springen en te doen. En weet ik veel, ik kan het niet eens nadoen. Die zijn helemaal gelukkig. En dan lopen ze op een muurtje. Papa, mama! En dan rennen ze naar het muurtje toe. En ze verwachten toch dat je ze vangt. En dan is hoe! En dat kind springt in de armen van papa of mama. Onvervalste liefde. Ze weten, ik word opgevangen. En dan doen ze wat stout. Dan gaan ze een koekje jatten uit de kroegtrommel. Want ze zijn wat ouder. Ze hebben die laadjes naar beneden getrokken. En ze klimmen die kast op. En de moeder of vader komt net binnen. En ze zien nog net dat het kind heel gevaarlijk bezig is. En vader en moeder zegt, hé, wat doe jij? En dat kind schrikt. Maar waarom doet die vader en moeder van, hé? Zodat ze niet verder gaan. Zodat ze die gevaarlijke situatie onder controle hebben. En dan krijgen ze even een standje. En is het, die vader en moeder is al lang vergeten. En de kinderen gaan naar boven. En die vonden ze vervelend. Nu rot, moeder, die rot. En het broertje ziet dat. Jij hebt een koetje gejat. Dat doen broeders en zussen ook onder elkaar. Haat en nijd. Maar papa en mama willen dat helemaal niet. Dat ruzietjes onderling vinden papa en mama helemaal niet leuk. Ik heb twee kinderen. Nou, de tropenjaren dacht ik ook af en toe. Oh, er kwam er weer één naar me toe. Nou, ze heeft een koekje gejat. Ja, en dan denk ik, hou op. Maar dat doen wij, blijven wij doen. Dat is hartstikke stom. Hartstikke stom. Want we komen niet verder, we moeten die berg op, jongens. En verlangt ons pasgeboren kinderen naar de redelijke onvalse melk. Opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid. Moet je wel weten wat zaligheid betekent. Zaligheid betekent meer zoals de Heer Jezus is. Minder van jou en meer van de Heer Jezus. Indien gij geproefd hebt dat de Heer een goede tieren is, dus hij is goed, hij is altijd fantastisch, en komt tot hem de levende steen door de mensen wel verworpen, dat klopt, want al die mensen hebben hem, niet alle mensen, maar heel veel mensen hebben hem hup aan het kruis genageld, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan nog een keer 5. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Wat God van ons verlangt, is dat wij levende bouwstenen zijn en dat jij je laat gebruiken door God. Dan gaan we nu naar 2 Petrus 5. Dus 1 Petrus 2, ik zei het verkeerd, sorry, excuses. 1 Petrus 2, vers 5. Toen God mij riep, ja, ik ben ook geroepen, ja, al denken heel veel mensen nog niet, gaf hij mij een bediening. Nou, ik zal je vertellen, ik was helemaal niet blij met die bediening. Want ik wist helemaal niet wat ik moest doen. Want wat werd er nou van mij verlangd? En toen zei iemand tegen mij, luister goed naar de stem van God, de Heer Jezus, de Heilige Geest. En je zult in je hart een tekst krijgen, een gedachte krijgen die continu terugkomt. Nou, dat heb ik geweten. 1 Petrus 2 vanaf vers 5. En daar staat... Nee, dat was die je net had. 1 Petrus 2 vers 5, want zo is het de wil van God. Hey. 1 Petrus 2 vers 15. Oh, 15. Sorry. Ik moet denken een bril. Excuses. 15. Ja, ik zeg het maar eerlijk. Ik ben ook weer op leeftijd. 1 Petrus 2 vers 15. Ik wou net zeggen, ik heb hem toch hier in mijn Bijbel staan. Ik heb nog zelf de Bijbel staan hoor. 15. En deze tekst kwam de hele tijd in mijn hart. De gonschatselijke dag. Ik had zoiets van,
waar staat dat dan? Ik wist niet waar die stond. En grappig is, ik weet nog steeds niet waar die staat. Hè? Grapje, tussendoor. Ik weet wel, ik heb hem roze gemaakt. En zie, ik maak ook fouten. Leuk, hè? Kun je daar weer over rollen? Nee, dat verbreek ik niet eens. Nou. Nee, voel je niet aangesproken thuis niet. Dat was ook, ik maak ook wel eens grapjes, hè? Komt-ie. Dus, en daar staat, dat is 1 Petrus 2 vers 15. Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen, de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen. Als vrije en niet als mannen die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid. Maar als dienaren Gods, eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer. Toen God mij dat gaf, wist ik, ik moet de andere mensen de mond snoeren. Maar hoe doe ik dat dan? Dat kan ik niet. Wat is dan de wil van God voor mij? Ik ben op mijn knieën gegaan en vroeg aan God, ik weet het niet, wilt u mij helpen? En daar kwam de Heilige Geest als trooster, als helper, als leraar. En hij ging me vertellen wat ik moest doen. Maar daarbij zei hij ook, je zult geen vrienden maken. Want mensen zullen je niet leuk, lief en aardig vinden. Maar ik ben hier niet om leuk, lief en aardig gevonden te worden. Ik ben hier om de waarheid van God te spreken. Ik ben hier om jullie te helpen die berg op te komen. Samen met God, de Heer Jezus en de Heilige Geest. Maar genoeg over mij. Vandaag ga ik jullie 2 teksten geven waar bedieningen in staan. En dan gaan we volgende week gaan we verder op de bedieningen. De eerste tekst is Romeinen 12 vanaf vers 1. Romeinen 12 vanaf vers 1. En je moet, als je wil, en dat moet je dan doen, lezen met de Heilige Geest. Want zonder de Heilige Geest, lieve mensen, snap je deze tekst niet. En het begint al in 1. En er staat iets heel moois. Daarboven staat het ware offer. Het kost je wat om de Heer te dienen. Het kost jou wat om daadwerkelijk het offer te geven aan God. Ik vermaan u dan, broeders. Waarom staat hier nou broeders? Ik vermaan u dan, broeders. De reden waarom hier broeders staat, omdat hij spreekt tegen de heiligen. Op het moment dat er broeders staat, neem jij deel aan het lichaam van Heer Jezus Christus en ben je een man. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods. Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. En dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomen. Ik ga het nu niet uitleggen, maar we hebben hier kaarten, hier in het geloofscentrum, de wil van God. Iedereen die hier vorige week was, heeft zo'n kaart gekregen. Wil je nou ook zo'n kaart? Kom dan langs of stuur ons een mailtje. geloofcentrum@gmail.com. En met liefde gaan we naar je toe sturen. En dat zijn niet onze woorden. Dat staat er gewoon in allemaal op teksten staan erbij van de Bijbel. Wil van God. Maar dan moet je weten wat de wil van God is. Nou, dan kun je lezen. 3. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik aan ieder onder u, koester geen gedachte hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid naar de mate van het geloof dat God elk één in het bijzonder heeft toegedeeld. Wat betekent dit? Jij moet niet iets willen wat niet van jou is. Stel je zit nu lekker thuis of je hebt vanmorgen een fantastische dienst gehad in jouw kerk. Je denkt, ik wil best wel wat doen voor God. Goh, ik zou wel podiumwerk willen doen. Of ik zou wel dit willen doen. Nee, dan moet je vragen aan God, wat heeft u voor mij? Heilige Geest. Ik kom wijsheid tekort, ik kom kracht tekort. Wilt u mij die wijsheid en kennis geven, zodat ik weet wat ik mag doen? En als je daarvoor bidt en blijft bidden, lieve mensen thuis, dan zul je zien
dat God je dat op je hart gaat leggen. Net als mij. En dan ben je een babytje in dat gebied. En dan gaat God jou opvoeden. Door de Heer Jezus, met de kracht van de Heilige Geest. Ik ga niet alle teksten lezen. Ik daag je uit om Romeinen 12, vers 1 tot en met 8 te lezen. Daarin staat een aantal bedieningen. Dus nu denk je thuis, wat vervelend. Nee, we doen heel veel dominees, gaan een tekst voorlezen. Nee, je moet zelf gaan lezen. Er staan zoveel leuke bedieningen in. En je denkt, leuke bedieningen? Nee, bijzondere bedieningen. Waarom zeg ik leuk? Omdat de vreugde des Heren op jou is. Toen Heer Jezus aan het kruis ging, was hij natuurlijk verdrietig, maar ook met blijdschap. Want hij wist waarom hij deed. Lieve mensen, de taak die ik heb gekregen is geen makkelijke taak. Maar ik doe het met blijdschap. Iedereen die mij kent, zal moeten erkennen, sorry, dat is niet mijn woorden, maar dat ik best heel vrolijk ben. Heel enthousiast ben. En dat ik iedereen met liefde behandel. Maar ik ben wel een mens. Ik maak wel fouten. Maar het mooie is, ik geef die fouten aan de Heer Jezus. Ik vraag er vergeving voor. Ik dank de Heer dat Hij mij vergeven heeft. En ik vergeef ook mezelf. Ik gooi alles in die kliko, weg ermee. En dan heb ik weer een nieuwe lei. Een schone lei om te beginnen. De laatste tekst die ik jullie geef, waar ook de bediening in staat, want volgende week gaan we erop verder, is Efeze 4, vers 11 tot en met 15. Efeze 4, vers 11 tot en met 15. Er staan nog meer bedieningen in. En lieve mensen, de eerstvolgende weken gaan we die allemaal uitpluizen. Nu heb ik hier gevraagd aan de mensen om een papiertje en een pen te pakken. Dat wil ik ook aan jou vragen thuis. Daarmee ga ik eindigen. Zet even op pauze. Doe nog niet zo eigenwijs. Pak nou een papiertje en een pen. En teken nou eens een berg. Hoe teken je een berg? Gewoon. Hoppa. Niet zo moeilijk doen. Gewoon twee streepjes. Niet zo moeilijk doen. Gewoon klaar. Ja? Oké. Okay. Ik kan heel goed tekenen. En dat is niet de gave, maar dat zeg ik gewoon. En we beginnen onder aan de berg. Zet je twee kruisjes. Niet zo moeilijk. Ja? En boven aan de berg, in het midden zet je God neer. En daaronder de Vader. Gewoon, keep it simple. God, de Vader. Dan doe je aan de linkerkant, ja? De Heilige Geest. Nou, dan blijft er nog één plekje over. Rara, wat zou dat zijn? Aan de rechterkant zeg je Heer Jezus Christus. Niet zo moeilijk, toch? Het is gewoon keep it simple. Waarom doe ik nou de Heer Jezus aan de rechterkant? Omdat in het woord van God staat dat de Heer Jezus aan de rechterkant zit. In de derde hemel. Ga ik vandaag niet uitleggen. Je denkt, derde hemel. Zoek op YouTube. Typ in de derde hemel. Krijg je weer een preek. Op het moment dat jij pas geboren wordt, sta jij onderaan die berg. Maar waarom heb ik nou twee kruisjes getekend? Nou, omdat de andere kant Satan, die wil jou heel graag hebben. Maar God de Vader, Heer Jezus en Heilige Geest, wil je ook heel graag hebben. Nou, heb je een weggetje naar links en een weggetje naar rechts. Maar ik ben nog niet in het midden. Ik kan naar links en ik kan naar rechts. Nee, we moeten naar het midden toe. Maar hoe doe ik dat dan? We moeten op deze weg komen. En dat doe je door de wederom geboorte. En dat hebben we al heel vaak uitgelegd. Johannes 3, mag je erbij zetten. Ik heb het altijd onthouden door Nicodemus. Geloof in je hart. Met je hele hart. Dat de Heer Jezus redder en verlosser is. Dat hij is opgestaan uit de dood. Al was je de enige. Dat spreek je hart op uit. En dan ben je wederom geboren. En dan gaat de weg naar boven. En dan komen er allemaal struikenblokken. Dan komen de mensen naar je toe. Jij bent slecht. Jij mag niet op een podium. Jij hebt dat gedaan. Jij hebt dat gedaan. En Satan die smult, want die mensen zeggen allemaal lelijke dingen tegen jou. En je gaat weer naar beneden,
Ik kan het ook niet. Oh, wat is mijn leven zwaar. Oh, iedereen heeft een hekel aan mij. En je gaat naar beneden. En Satan denkt... Weer een die naar beneden gaat. Yay! Wat heb je naar Jezus? En de Heilige Geest. Die denkt... Joehoe! Die schreeuwen naar beneden. Hallo! Boven. Ik ben er ook nog. Kom eens naar boven, man. Joehoe! Ja, jij! Jij, kom op! En dan zit je daar. En je hebt je zonde maar aan. Oh, wat vreselijk. Oh, wat erg. Wat jij hebt gedaan, hè? Dat is afschuwelijk. Hoe denk jij wel dat je nog op het podium staat? Hoe denk jij wel dat jij een bediening krijgt van God? Als jij een fout hebt gedaan, krijg je geen bediening meer. Kruis. Heb je wel eens X-Factor gezien? Kruis. 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 En dan komt God. Met zijn liefde. Tegen een hart. Ja? En dan zegt hij. En daarmee sluit ik af. Hij zegt, weet je dit mooie boek wat ik hier heb? Het prachtige boek. Ik ga je één naam geven, zegt de Heer. En dat is koning David. Ga dat maar eens lezen. Doe eens gek. Ga eens lezen wat deze kerel naar mijn hart heeft gedaan. Ga eens lezen. En jij gaat beginnen. Wat? Nee! Nee. Hij heeft die ons vermoord. Nee. Wat? Nee. Dat kan toch niet? En gaan ze. Tuurlijk wel. Offering opgegeten. Ja! Hij heeft ook nog toonbakbroden gegeten. En de wijn van de priester. Nee! Dat kan niet. En die man, dat kan toch niet? En de Heer zegt. En daarmee sluit ik af, jongens. Kijk eerst eens naar die balk in je eigen ogen. Wie ben jij om de ander te beschuldigen? Wie ben jij om die ander naar beneden te halen? Want God komt met zijn grote liefde. Zijn zoon, Heer Jezus Christus, die is voor jou aan het kruis gegaan en opgestaan uit de dood. En al jouw zonden heeft hij gedragen, zodat wij tot de volwassenheid groeien en de woorden van God gaan prediken. Want in Efeze 4, vers 11 tot en met 15 staat dat wij de heiligen moeten toerusten. Wij. Daar ga ik, excuses, volgende week verder op in. Maar stop met huigelarij. Stop met negatief te praten. Stop. Want dan zegt de Heer, dan kan je de hele erfenis niet krijgen. Amen.